Zo, goedenavond allemaal. Ik heb hem gevonden. Zo. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop jullie ook. Ik zie nog helemaal niks. Dat is een beetje vervelend. Ik zie een heleboel opmerkingen, maar... ik krijg ze niet in. Maar wacht, er komt wat. 9 opmerkingen, ik zie er 3, maar... nou ja, het lijkt erop dat ik niet alle opmerkingen in beeld krijg. Maar het is wat het is en het gaat zoals het gaat, zullen we maar zeggen. Dan lees ik ze achteraf wel. Stel je vraag nog een keer, mocht ik je niet beantwoorden, dan doe ik het niet expres. Nou, vanavond ga ik met jullie een zonnebloem maken. En die zonnebloem die ga ik maken met pampastel, met pastelpotloden en met weet ik veel wat allemaal. Ik heb dit keer geen voorbeeld gemaakt. Dus het wordt de grote improvisatieshow. Nee, ik laat je gewoon zien. Dus, als ik nu zo'n zonnebloem zou gaan maken. Vanaf niks. Zonder dat ik dat van tevoren heb voorbereid. Hoe pak ik dat dan aan? Welke kleuren? Ik heb wel van tevoren even wat kleuren geselecteerd. Waarvan ik denk dat ik die hier waarschijnlijk wel ga gebruiken. Of zou kunnen gebruiken. Het lijstje staat ook klaar bij de duif met de spulletjes die ik heb gebruikt. Dus voor de geïnteresseerden kun je daar altijd nog nazoeken welke kleur iets was. Mocht ik iets niet in de lijst hebben wat ik toch ga gebruiken, dan zal ik dat voor je opzoeken. En nou ja, verder hoop ik gewoon een gezellig avondje, veel kijkplezier en gaan we lekker aan de slag. En met een bak koffie erbij, belangrijk. Nou, wat ik als eerst heb gedaan, ik werk op pastelmatpapier. Dat ligt hier voor me en ik heb vandaag gekozen voor de kleur antraciet. Vind ik een fijne kleur om op te werken. Ik hou ervan om met pastel eigenlijk op gekleurd papier te werken. Eigenlijk hetzelfde als met lightvast werk ik ook graag niet op wit eigenlijk. Dat vind ik zelf, ik vind de kleuren mooier uitkomen. Ik vind het gewoon leuk werken. Zo heeft iedereen, denk ik, daarin zijn voorkeuren. Ik heb hier een hele bak vol met sponsjes, toeltjes, kleine toeltjes, grote toeltjes. Brusjes om wat gumsels eventueel weg te halen. Een gum. Die heb ik niet klaargelegd, dus dat wordt grappig. Die zit hier ook niet in, misschien bij de potloden. Nee, nou, die zijn er vandoor, dus we gaan niet gummen vandaag. Dat... hoeft denk ik ook niet. Dus dat scheelt weer. Wat ik heb gedaan is, ik heb een fotootje uitgeprint. Die hangt hier een beetje boven mijn werk. Gare print, zoals altijd. En die print die heb ik. Dit is nog van een andere lijf. Er komt alles voorbij. Die print die heb ik doorgedrukt op papier. 18 bij 24. Hoe heb ik dat gedaan? Aan de achterkant van mijn kopietje heb ik witte pampastel gesmeerd. Vervolgens met pampastel en al heb ik hem hier op mijn blad geplakt. En ben ik met een potlood, zoals je ziet, die lijntjes gaan overtrekken. De pampastel die drukt dan door op je werk. En tada, iedereen kan tekenen. Of iets wat erop lijkt. Zo heb je in elk geval de omleiding een beetje staan. Zo, ik hang mijn foto weer op. Dan kan ik af en toe even spieken hoe slecht die ook is. En misschien moet ik hem ook eventjes hier... oh, hij staat al hier klaar. Nou, dat is helemaal goed. Dan gaan we lekker beginnen. Ik heb hier de pampastel. Die zet ik hier maar gewoon op. Even schuiven. En ik hoop ook nog dat mijn camera blijft hangen, want die heeft de geest gegeven. Tenminste, mijn camera niet, maar mijn constructie wel. Die is in elkaar gestort. Klein beetje omhoog doen. Dan kunnen jullie het hele palet misschien zien. Nou, dat wordt hem niet, dat haal ik niet. Nou, ja, bijna.
Het past. Zo ongeveer. Nou, dan doe ik nu ook de link naar de spulletjes van vanavond er even inzetten. Plakken, plakken. En gaan. Dan heb ik dat ook gedaan. En dan gaan we lekker beginnen. Met als eerste een laagje pampastel. En het is het makkelijkst, het fijnst, vind ik meestal, om te beginnen met die bloem. Dat ligt eraan als je zeker weet wat je met de achtergrond wil. Het kan natuurlijk dezelfde achtergrond maken als op de foto. Ik kan ook alleen de bloem laten zien, want soms is het ook wel mooi om alleen die bloem eruit te laten knallen. En die achtergrond gewoon te laten voor wat het is. Dus daar ga ik eigenlijk op insteken nu. Ik begin gewoon met de bloem. Misschien moet ik wel even een nieuw kussentje op mijn toeltje doen. Dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, je hebt deze toeltjes. Ik gebruik heel graag deze hoekige. En daar zijn ook navul of van die nieuwe sokjes voor. Laten we dat zo noemen. En omdat ik dan nu met geel aan de slag ga en niet met blauw of bruin of paars, haal ik dat sokje er gewoon van af. Ik pak een nieuw sokje en die zet ik erop. Nou, dat is altijd even een klein beetje een gewurm. Net als je echte sokken aantrekken is het ook een gedoetje. Voor als ze strak zitten. Zo. Dan heb ik een heel nieuw sokje en zo'n zakje, daar zit heel aantal van die dingen zitten weer in. En dus daar kun je best wel even mee vooruit. En het andere sokje gooi ik niet weg. Die kiep ik gewoon in de bak. En als ik een keer met paars weer ga, dan pak ik weer paars. Dus zo doe ik dat. Nou, ik heb twee kleuren geel geselecteerd voor vandaag. In de pampastel zitten eigenlijk ook twee tinten geel. Je hebt deze geel, dat is de Hansa Yellow. Dat is een categorietje oorverdovend geel. En je hebt de Dairy Light Yellow, of hoe je dit ook uitspreekt, deze dus. Dat is een, ja, nou ja, noem het zonnebloemgeel, maar ook beide zijn redelijk fel van kleur. Dat mag duidelijk zijn. En nou, daar gaan we het mee doen. En ik probeer de kleur een beetje door elkaar te gebruiken. Ik heb hier ook een Dairy Light tint. Dat is een hele lichte kleur. Het is dezelfde geel als deze eigenlijk, maar dan deze pigmenten met heel veel wit toegevoegd in de kleur. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om een kleurtje aan te schaffen, kun je er ook voor kiezen om deze met een wit aan te schaffen. Dan moet je het zelf mengen, dat is wel onhandiger, maar het kan. Dat is vooral wat ik wil zeggen. Nou, kijk, en dan ga je met die geel, ik heb hier de Hansa Yellow, die pak ik, ga je in die bladen van die zonnebloem. En dan zie je gelijk wat dat doet. Want het is heel fel. Maar ja, het blijft een zonnebloem. En die zijn geel. En geel is fel. Dus dat geeft niet. En dan brengen we een eerste laagje brengen we daarmee aan. En ik vind het dan fijn om dit met een toeltje te doen. Je zou zelfs de grotere bladeren ook nog kunnen doen met een sponsje. Want ook die zijn er natuurlijk van de pampastel. Die heb ik bijvoorbeeld hier. Zo'n hoekig spons is dan prettig. Dan kun je ook meer pastel mee opnemen. En ook daar kun je prima mee werken. Je krijgt er wel vaak wat viezere handen van als wat met zo'n toeltje. Maar ja, goed, weet je, een echte diehard vindt dat niet erg. Nou, hier zie je het verschil in geel, want dit is dus de Dairy Light Yellow die ik hier aanbreng. Dat is dus een veel warmere geel eigenlijk, dat is de beste benaming. Nou, als die laag erop zit, ga ik even naar het volgende blad. En ik zorg even met een wat lichtere tint, dat het onderscheid hier goed zichtbaar is, kan ik altijd nog overheen. Dus ik heb aan de rechterkant eventjes wat lichters aangebracht, puur zodat ik mijn bladeren goed kan onderscheiden. Want als ik dit allemaal geel maak, ja, dan zie ik niks meer.
Ach, doe even een slokje erbij, want mijn koffie is bijna op. Ik was te langzaam met koffie drinken. Hier ook. Precies hetzelfde. Lekker wat spul opnemen. Niet te zuinig, want ook als je te weinig pastel neemt, dan gaan je sponsjes snel stuk. Dus doe daar niet te mollig mee. Neem gewoon lekker wat product op. Wat met één zo'n potje panpastel. Nou, doe je feitelijk toch de rest van je leven. Hoewel ik wel moet zeggen dat ik met mijn wit nog aardig hard ben gegaan. Maar dat is niet zo heel raar. Daar komt de bodem van in zicht. Dus dat is een soort van bijzonder. Je ziet hoe makkelijk het gaat. Hoe makkelijk je een eerste laagje hebt aangebracht. De mooie details die doen we straks later. We doen nu echt gewoon eerst even zorgen dat er een basislaagje kleur op zit. Het liefst wel een beetje met verloop natuurlijk. Nu heb ik een formaatje 18 bij 24 gepakt. Ik vind, moet wel zeggen dat groter werken meestal wel ietsje makkelijker gaat. Maar ja, dan duurt het voor zo'n lijf eigenlijk te lang. Dat is hetzelfde met aquarel. Ik vind het heerlijk om op groot vel aquarel lekker los te gaan. Maar voor een lijf is dat dan weer net niet handig. Nou, wat ik hier heb gedaan, is ik heb wat van deze kleur erbij gebruikt. En dat is de Orange Shade. Die heb ik hier onderin even ingezet. Omdat dit blad wat meer naar achter zit. En dan ook wel eventjes wat donkerder aangezet mag worden. Zodat ik het onderscheid nog steeds goed blijf zien. Strakjes met potlood maken we er meer nuance in. En je kunt ook hier weer aan de punten bijvoorbeeld wat van die tintkleur inbrengen. En dat doe ik allemaal met hetzelfde topje. Het is allemaal geel, bijt elkaar niet. Sterker nog, het geeft juist wel een goed effect als je het een beetje door elkaar gebruikt. En niet te statisch daarmee aan het werk gaat. Nou, hier zitten twee bladeren voor en achter elkaar. Dus dan kan ik hier dat achterste blad even een klein donkere tintje zetten. De rest komt straks wel. Dan neem ik weer die felle geel, die Hansa. En ik breng die kleur hier aan. Even. Zo. Je werkt natuurlijk op een donkere ondergrond met een lichte kleur. Dus dan moet je even. Ja, gebruik je gewoon even wel wat product voor. Maar ja, volgens mij hebben we onze producten ook om te gebruiken. Deze geel, dat is wel grappig. Ik heb het niet zo op geel. Heel eerlijk. Maar ja, ik heb het wel op zonnebloemen. Dus geel, dat is bij mij een niet heel veel gebruikte kleur. Niet zomaar in elk geval. Ik zou niet zomaar, heel vaak niet zomaar kiezen om iets geels te maken. Maar deze foto van die zonnebloem, die heb ik al heel lang geleden opgeslagen. Van ja, die vind ik toch wel gaaf. Ja, en nu met het Oekraïne gebeuren zijn zonnebloemen natuurlijk ook actueel. En ik had eigenlijk voor vanavond een vogeltje met pastel gemaakt. Maar die heb ik weer op een pastelmatkleur gebruikt die niet op voorraad is bij de groothandel. Dus die moest eerst besteld worden en dat is weer even afwachten. Dus toen ging ik nog snel wat anders verzinnen, maar had ik gewoon heel eerlijk geen tijd meer om het hele voorbeeld nog af te werken. Zo gaat er wel eens wat niet volgens plan, zullen we maar zeggen. Nou, ik speel wat met die verschillende tinten door elkaar. En dan zie je dat met die verschillende tinten, door die al te gebruiken, krijg je eigenlijk al een heel, nou, heel leven in je werk. Als ik het zo mag zeggen. Geel voor Pasen, ja. Dat geel en Pasen gaat altijd wel samen, hè? Dat klopt wel. Een beetje koffie.
Dan ben ik ook niet zo van Pasen. Het heeft iets met elkaar te maken, denk ik. Maar ik ben wel van voorjaar. Heel erg zelfs. Ik ben zo blij dat het weer een beetje zonnig is buiten. En dat je weer. Nou ja, weet je, het is best nog wel fris. Vandaag was het dan overheerlijk buiten. Hier tenminste. Ik weet niet hoe het bij jullie was, of het ook zo lekker weer was. Maar ik ben vanmiddag wel even lekker buiten geweest. Ik zeg wat dingetjes ophalen. Heel even bij de kinderboerderij geweest. Kinderboerderij hier in de buurt zit nu ook. Hebben ze een zwerfboekenstationnetje. Dus dat is ook wel leuk. Je weet wel dat ik voor de klas sta. Dus ik heb wel wat kinderboeken van mezelf. En ik had wel wat dubbele. Dus die heb ik daar weer omgeruild voor wat nieuws. Dat is ook leuk. En zo blijf je een beetje bezig. Nou, hier weer lekker die donkere geel erin. Die Dairy Light. En als er nog wat strepen in je blad zitten, laat je niet gek maken. Dat moet. Een beetje van die orange shade. Hier aan de onderkant. En de rest, dat komt strakjes wel weer. Een beetje lichte tinten hier nog. En dan ga gewoon door naar het volgende blad. En zo, ja, blijf je even... deze lichte kleur, Nettie, bedoel je deze? Dit is de Dairy Light Yellow Tint. Dus dat is geen wit, maar de Yellow Tint heb ik daarvoor gebruikt. En dat is dus dezelfde... Even af... dezelfde als de Dairy Light Yellow, de donkergeel. Van de Hansa Yellow is ook een tint... maar die heb ik nou weer niet gebruikt. Ik kan wel even graven om te laten zien waarom niet. Want die is mij dan weer te citroenig. Maar ik zal even kijken of ik hier in mijn toren van Pisa die kleur kan opgraven. Ik geloof dat ik hem zelfs al heb. Nou, ja. Zo maar. En die heb ik hierin, in deze. En dit is dan, als je het verschil wil zien. Even kijken hoor. Ja, dit is de Hansa Yellow Tint. Als je dan het verschil wil zien. Ja, ik weet niet of het op het beeldscherm wel overkomt. Maar deze is sowieso wat lichter. Het is wat valer. En het is wat... Ja... Dit is gewoon een mooie, warme, lichte gele tint en die wil ik hebben. Laten we het daar maar op houden. Dan heb ik het beste samengevat, denk ik. Dit weer weg. 1, 2. Nog gelukt ook. Sorry voor de herrie. Zo. Even kijken, waar waren we gebleven? Nou, dan gaan we hier. Hup, weer. Ik begin weer met die Hansa Yellow. Met die... En er zat nog een heleboel donkergeel aan. Dus nou heb ik hier al die donkergeel te pakken. Maar juist door gewoon daar een beetje lak aan te hebben. Gewoon met je gele toeltje niet steeds schoonmaken. Gewoon met dat gele toeltje doorwerken. Ja, als je echt iets lichts wil doen en je hebt nog donker oranje eraan zitten. Ja, dan zou ik hem even afpoetsen. Maar weet je, juist door die kleuren een beetje door elkaar heen te gebruiken. Krijg je gave effecten. Ik laat hier tussen precies expres een beetje dat donkere nog erdoorheen schemeren. Zodat ik daar met de potloden straks goed kan werken. En dan kan ik hele strakke lijntjes trekken. Wat je met zo'n toeltje ook slim kan doen. Dat deed ik nu. Is dat ik aan de ene kant. Even zo laten zien. Aan de ene kant van de punt heb ik die orange zitten, die donkere. En aan de andere kant heb ik met de andere kant even gauw een beetje van die tint opgepakt. Zodat ik hier gewoon ook wat lichts aan kan brengen. Best wel slim. Kijk, en dan wil ik hier nog wat meer donker. Nou, dan heb ik daar nog wat donker zitten. Nou, niet schrikken als je een groot project maakt. Dan gaat er wel zo'n sokje doorheen. Die sokjes zitten niet voor niks. Natuurlijk in een zakje met meerdere stuks. En die willen wel slijten. Vaak als die snel stuk gaat, dan duw je te hard op je papier. En
ervaring spreekt, ik heb daar wel een handje van. Ik ben niet zo goed in het aaien. Ik blijf toch altijd wel wat duwen erop. Dus ik maak die sokjes best wel snel stuk. En wat krijg je dan? Dan krijg je van die kapotte gaatjes erin. En het ligt aan mij, omdat ik het te hard op druk. Maar ik kan het ook niet zo heel erg vinden. Ik heb zo'n heel, weet je, ik koop zo'n heel zakje en ik pak nog niet eens een nieuwe. Als ik nou straks denk van nou wordt het echt vervelend of mijn plastic komt er helemaal doorheen. Dan draai ik dit sokje om. Dan ga ik deze kant aan de onderkant gebruiken. Dus dan, ja, ik heb dat ooit geleerd, Renate. Dat als je sokjes snel stuk gaan, dan duw je te hard. En ja, dan doe ik dat dus. Je moet blijkbaar rustig aaien. Ja, daar ben ik niet zo goed in. Maar het is zo'n fijn medium, vind ik dit, om mee te werken. Zo vergevingsgezind. En echt iedereen kan hier wat moois mee maken. Want het mengt lekker en het gaat zo vanzelf. En ja, met die potjes doe je de rest van je leven. Dat is in veel gevallen gewoon waar. Maar ja, ook fijn toch? Wel iets wat niet hard opgaat en waar je niet 100 keer weer nieuwe van moet kopen. Dat is ook wel eens fijn. En jullie zagen waarschijnlijk ook vandaag het berichtje voorbij komen dat ik gezellig bij Hobby Complete Duif op de Art Specially en op de Crea Doe ben. De Crea Doe zat eerst niet in de planning. Ik weet dat ik tegen een aantal mensen heb gezegd, nee, daar ben ik niet. Maar ik ben er stiekem toch. Op zaterdag ben ik op de Crea Doe demo met Daniel Smit. En op zondag hobbel ik er ook rond. Maar dan doe ik geen demo. En op de Art Specially ben ik er het hele weekend. Kun je mij alles vragen wat je wilt weten over Daniel Smit. Of je kunt natuurlijk gewoon gezellig even hallo komen zeggen. Ja, kijk er wel naar uit. Ik heb daar wel zin in, omdat het gaat wel druk worden. Lekker 2 weekenden achter elkaar. Maar mag de pret niet drukken. Ik heb er zin in. Dus ik ben benieuwd wie van jullie ik allemaal, noem het eens, allemaal ga zien ook op de Art Specially. En ik zie nog een vraag, lieve, van jou. Gaat dit met de afgeronde tool? Nee, dit is de vierkant, de rechthoek. Ik gebruik het allerliefst die rechthoek. Ik weet niet waarom, maar dat is ja, mijn favorietje. Ook omdat je daar die hoekjes van hebt waar je toch wat kleiner nog mee kan werken. Dit is de afgeronde tool, die is er ook. Maar ik heb dus de hoekige variant ervan. En je hebt een nog afgeronder een ovaaltje eigenlijk. Die bestaat ook. Maar ja, ik vind deze. En je kunt er zo goed ook die lijnen mee zetten. En ik vind die gewoon, voor mij werkt die fijn. Dus die gebruik ik het liefst. Je kunt hem ook overal bijna voor gebruiken. Dus dat is ook gelijk makkelijk. Als je niet de hele tijd van toeltje hoeft te wisselen, werkt dat prettig. En als je hem zo plat houdt, dan kun je natuurlijk lange strepen, lange oppervlaktes mee maken. En als je dan in zo'n klein plekje moet zijn, zoals hier, dan zet je hem wat rechter op. Dan kun je er lekker lijnen mee trekken. Zo. Pak door de donkergeel. Kijken waar ik ondertussen gebleven ben. Ook in mijn foto. Ah, zo meng je wat kleuren door elkaar. En het hoeft niet eens per se op die foto te lijken. Want het gaat vanzelf eigenlijk. Vanzelf wordt het wel wat. Een beetje extra van die lichte kleur in die punt. Dan gaat hij echter. Als je dat in de puntjes zet, dan komt hij er ook echt uit, uitgeknald. Ik hoop dat jullie dat zien, maar ik denk het wel. Dan kun je het hier allemaal ook weer wat donkerder aanzetten. Maar die details met waar het licht moet en waar het donker, dat komt ook later wel.
De Art Specialty Beurs is inderdaad, Ria, op 2 en 3 april in Nijkerk. Is een hele grote, leuke stempelbeurs met stempelen, mixed media, van alles en nog wat. Kaartjes zijn denk ik ook nog te koop. Dus leuk als je daar zou willen naartoe zou willen. Ik vind dat wel de moeite waard. Je kunt wel ook leuke workshops doen. En ik ben daar zelf, nou ja, ik ben de tel kwijt door corona. Hoeveel jaar geleden het is, weet ik niet meer. Maar ik ben zelf één keer als bezoeker geweest, omdat ik doe dit allemaal nog niet zo heel lang. Dus ik ben daar één keer als bezoeker geweest. En ja, dan vorig jaar voor het eerst als demo te gast bij Hobby Complete Tuif. En daarvoor ben ik één keer geweest. En dan kon je bij alle stands kun je gewoon workshopjes volgen, demo's kijken, lekker shoppen, aanbiedingen, een bakje koffie, lunchen kan. Het is altijd echt wel gezellig om naartoe te gaan. Alleen of met vriendinnen maakt ook niet uit, want er zijn genoeg gelijkgestemden om een babbeltje mee te maken of een lekker workshopje te doen. Vorig jaar was het rustig, door corona natuurlijk mochten er ook niet zoveel mensen naar binnen. Dit jaar heb ik geen idee. Het eerste jaar dat ik ging was het relatief druk, vond ik wel. Maar goed bezochte beurs is natuurlijk ook niet verkeerd. Dus ja, je moet wel van mensen om je heen houden. Als je daar een hekel aan hebt, dan is het niks. Maar ik vind het een hele leuke beurs. En nou, de CreaDo is een wat algemenere creatieve beurs. Die is in de Jaarbeurs in Utrecht. En daar, ja, dat is echt een hobbybeurs met allerlei soorten hobby's. Ze zijn er ook van de silhouetten gebeuren, van de stickers plakken, van de plotters en van de, ja, noem alles maar op. Dus daar kun je echt veel doen. Daar vind je bijvoorbeeld ook, noem het, Fimo-klei of dat soort dingen. Dat is echt heel algemeen en niet alleen maar gericht op tekenen, schilderen en mixed media. En dat is toch bij de Art Specialty wel wat meer. Dat is echt wel tekenen, schilderen, stempelen, mixed media. Daar is de Art Specialty blinkt daarin uit. Heb ik het zo goed verteld, dames? En ondertussen smeer ik hier lekker verder met mijn pampenstelletjes. Oh, nou ja, inderdaad. Ja, de workshops die zijn dan inderdaad gewoon gratis op de Art Specialty. Daar hoef je niet extra voor te betalen. Dus, nou ja, ik ben benieuwd wie van jullie ik daar allemaal ga zien. Zeg wel even wie je bent, want niemand lijkt op zijn profielfoto, heb ik vorig jaar ervaren. En ook iedereen zei tegen mij, he, Jos, ben jij dat? Jij lijkt helemaal niet op je foto. Dus ik ben benieuwd hoe vaak ik dat weer ga horen, want ik heb nog steeds dezelfde foto en ik lijk er blijkbaar niet op. Dus hoewel ik zelf naar die foto kijk en denk van ja, dat is wel echt mijn hoofd, maar ik leek er niet op blijkbaar. Dus maar goed, als je bij iemand bij de duif ziet zitten van tegen de 40 met een bril op en Daniel Smit verf, dan kan het niet missen dat je mij tegenkomt en dat ik het ben. Die bril op is niet geheel onbelangrijk, want anders dan gaat het niet goed met de verf. Zo. Krijg ik alweer huilende smileys. Van de week kreeg ik zelfs van een vriendinnetje een boze. Ik zeg je, ja, ook niet aardig. Van Lisette. Ik zeg gewoon wie het was. Lisette zat mij boze smileys te sturen. Maar dat komt omdat die smileys die zitten zo irritant bij het verzendknopje van je berichtjes. En dan druk je wel eens op de verkeerde. Kijk er al niet meer van op.
Zo, nou, we zijn er bijna. Tenminste. Met de eerste laag. Er komt nog wel wat bovenop. Je zal ook merken dat hoe meer lagen je smeert, hoe vloeiender je toeltje over die pastelmat heen gaat. Dat hoe verder je komt in het proces, hoe minder hard je je sokjes loopt. Nee. Vooral die eerste laag, die, ja, dan ga je echt een beetje over schuurpapier heen. Dus ja, dat rubber dat slijt. Is gewoon zo. Dus hetzelfde met je punt van je kleurpotlood, die blijft ook niet heel. Als je ermee kleurt, die slijt ook af. Maar zo'n toeltje is dus wel heel fijn om mee te werken. Omdat je dan schone vingers houdt en met zo'n sponsje. Nou ja, ik zit altijd helemaal onder. Dat zegt misschien ook iets over mij. Want ik weet niet, Renate die kan ook aardig met pompenstel overweg, heb ik al gezien. Dus ik weet niet of jij ook altijd zo vies wordt van die sponsjes. Maar ik in elk geval wel. Ja, wordt mooi hè. Zit gelijk ook diepte en kleur zit erin. Het gaat zo makkelijk. Je ziet wel dat ik hier iets meer kleur heb aangebracht. Kleurverschil heb aangebracht als hier. Hier is die nog wat vlak. Dan kan ik zo nog mooi laten zien en vertellen hoe ik dat dan doe. Wat ik hier bijvoorbeeld niet gedaan heb nog, is al wat wit of tint, dairy light tint aangebracht in de... In de puntjes, langs de randjes. Zodat hij wat hier dan nog wel. Zodat hij wat feller is. Maar hier bijvoorbeeld nog. Oh, verkeerde kleurtje. Stompie. Zit weer in de verkeerde te hengelen. Maar ook dat geeft niet bij pampenstel. Want je kunt er natuurlijk gewoon lekker overheen. Dat is ook zo fijn. Die pampenstel kun je gewoon fouten maken en de mist ingaan. En als je iets gedaan hebt wat je niet mooi vindt, dan kliede je er gewoon dwars overheen. Zeker als je pastelmat werkt, dan kun je gewoon elke laag over laag over laag werken. En eigenlijk pastelmat is ook het enige, gewoon het enige fatsoenlijke pastelpapier in mijn ogen om te gebruiken. Het is jammer dat pampenstel zo duur is. Ja, pampenstel kost wel wat. Maar aan de andere kant, er zijn ook wel heel vaak goede aanbiedingen mee. Als je een set koopt, ben je een heel stuk voordeliger uit. Dus je zou eens kunnen kijken naar die basissets bijvoorbeeld die er zijn van pampenstel. Ja, of als je zo'n zonnebloem maakt, dan koop je een paar kleuren. En je doet er gewoon de rest van je leven mee. Dat is wel... kwaliteitsspullen die zijn altijd prijzig. Dat is soms natuurlijk best wel jammer. Zeker als je ergens mee wil beginnen, dan denk je toch wel even na van wil ik dat nou wel of wil ik dat nou niet. Maar bij mij was het in elk geval zo, eenmaal bezig, is verkocht. Wat ik toen ook heb gedaan is, ik heb en zo is het begonnen bij mij, dat ik zag dat bij de hobbyzaak hier in de buurt was nog één plekje vrij voor een workshop realistisch tekenen van Julia Woning. En toen dacht ik, gaaf, dat zou ik ook wel willen kunnen, maar zou ik dat kunnen? En toen dacht ik, weet je, ik moet even wat leuks doen, want ik had niet zo'n fijne periode toen. En toen ben ik gegaan. Ik ben lekker die workshop gaan volgen en toen bleek dat ik dat hartstikke goed kon. Stiekem, wist ik niet. En het ging me goed af. Ging ook een soort van zelf. En toen was ik wel echt gelijk verkocht aan de pompenstel. Dat ik dacht van oké, dit moet ik hebben. En zo werkt het vaak. Hè? Dus, vooral als het dan ook nog lukt. Kijk, als je iets koopt en het lukt niet. Ja, dan heb je wel de balen erin natuurlijk.
Maar ja, bij mij lukte het toen wel. Dus ja, toen was ik gelijk verkocht. En overstag. Toen heb ik zo'n basisset heb ik gekocht. En later ben ik daar nog kleurtjes bij gaan kopen. Die wil ik en die wil ik. En op een gegeven moment. Ik heb nog steeds niet alle kleuren. Ik kom nog steeds uit met de kleuren die ik heb voor nu. Dus, en als ik wat mis, ja, dan ben ik nu wel zover dat ik zeg van oké, ik bestel het. Het is dus ook niet zo dat je per se nog maar alle kleuren in huis moet hebben. Want ja, dan ben je wel een paar honderd euro kwijt. Zo is het natuurlijk wel gewoon. Zo, nou, voor nu de zonnebloembladjes heb ik hier even in. Deze zit me niet. Die vind ik helemaal nog niet mooi. Er moet meer. Die moet dekkender. Ik heb veel kleurtjes, maar nog niks mee ingekleurd. Nou, lieve, dan wil ik toch als sodemieter volgende week van jou een zonnebloem zien maken. Zonde om het niet te gebruiken. Zo. Nou, en de rest komt zo met potlood. Want ik heb hier nog een hele cirkel waarin ook het een en ander gedaan moet worden. En dat is zou eigenlijk een. Wat? Dat ging te snel. De duif had toen een prachtige aanbieding voor de complete set. Nou, het zou zomaar kunnen dat die er nog is hoor. Zal ik eens kijken? Want sommige aanbiedingen bij de duif. De duif heeft wel eens mazzel met dingen die ze mogen. Ik zie nog steeds de volledige set in de aanbieding. Dat is. Oh, oeps, ik doe het fout. De volledige set is wel een investering, maar ik zal hem erin zetten. Kopiëren voor wie eventueel en plakken. Ik heb naar de setjes, want bij de link van vanavond staan alle losse doosjes met kleuren die ik heb gebruikt. Maar ik heb nu even een link erin gezet met de Pampastel sets. Daar zit zowel de volledige set bij als als een aantal andere sets. Er zijn wel een paar op, dat zie ik. Maar als je een berichtje stuurt naar de duif van joh, wil je die voor mij bestellen, doen ze het natuurlijk ook gewoon. Of mee naar Art Specially nemen. Zo kennen wij de duif natuurlijk wel. Dus, nou, dan gaan we hier binnenin, in die zonnebloem. En die is eigenlijk, als je ook op de foto kijkt, hartstikke donker in het midden. Met lichte kleurtjes erin. Met wat gele tintjes, met wat oranje tintjes. Nou, laat nou zo handig zijn dat je dus met pastelpotlood gewoon op je ondergrond, op je pampastel kunt werken. Dus dat gaan we doen. Ik ga hem gewoon een tint geven. En. Daarvoor heb ik gepakt Burnt Sienna Extra Dark. Let op, komt die. Burnt Sienna en dan Extra Dark. Ik heb Burnt Sienna Shade heb ik te pakken. Die heb ik net hier trouwens ook een beetje in de bladeren gebruikt. En ik heb de allerdonkerste bruin. 1, 2, auw. Raw Umber Extra Dark. Dat is de donkerste bruin in dit geval. En ik begin met die Sienna Extra Dark. Ja, ik moest even denken of ik nou het goede ging zeggen. Kijk, en daar begin ik gewoon met mijn toeltje met zachtjes aan even iets aanbrengen. En ja, ik heb hier lijntjes gezet van wat ik daar moest gaan doen, maar dat. Ja, soms dan heb je dat. Dit is de gewone Burnt Sienna. En die breng ik hier aan de buitenkant aan. Zo.
Ik leg in dit geval, omdat ik hier toe aan het blenden ben, eigenlijk mijn toeltje helemaal plat op het papier. Dus ik zet hem nu niet zo rechtop om de lijntjes te zetten. Ik laat hem lekker plat. En ik breng die kleur aan. Toch maar eerst die Burnt Sienna. De gewone. De shade, sorry. Dan pak ik hier die extra dark. Dat blend ik in elkaar. En dan doe ik hier in het hart, want in het hart is die ook wel erg donker, doe ik die Raw Umber. Ik gebruik dus geen zwart. En er zit hier nog een boog wat donkerder. Allemaal prima. Dat komt allemaal strakjes. Maken we dat met de potloden helemaal netjes. Zorg dat hier ook een beetje een laagje zit. Bij die blaadjes. En dan heb je eigenlijk in een relatief snel tempo, zeker voor mijn doen, heb je die basislaag met pampastel erin gezet. Zo kun je, dus ook heel je achtergrond nog doen. Jongens, dat red ik niet in een uurtje live. Maar ik kan jullie wel zo een beetje de ideeën geven. Zelfs met geel kan ik hier nog een beetje in om dit iets op te lichten. Je kunt ze gek maken als je zelf wil. Je kunt ze lang doorgaan als je zelf wil. Kijk wel uit dat je niet een hele dikke laag pampastel er al op hebt. Want dan kan je met je pastelpotloden niks meer. En wat ik dan met die pastelpotloden wilde, dat ga ik dan nu maar laten zien. Dus ik doe de pampastel even aan de kant. En ik ga even kijken hoor. Oeh, ik heb nog koffie. Dat is wel ijskoffie nu. Maar goed, ijskoffie is ook lekker. Ja, dat is wat ik bedoelde net. Ik zie dat er Ellie zegt van hij springt nu al van het blad. Dat is wat ik bedoelde net. Als ik de achtergrond ook met die gele vlekken had gedaan zoals op de foto, dan komt hij wel minder naar voren. Kan je ook oplossen met een wit potlood bijvoorbeeld. Maar zo in elk geval, zeker voor een lijf, kunnen jullie zo wel heel goed zien wat ik allemaal aan het doen ben. Nou, pastelpotloden, die heb ik hier deze kant op. En ik heb er een heel zwikje bij elkaar verzameld. Ik gebruik Derwent en Stabilo's redelijk door elkaar heen. De Stabilo's heb ik nog niet zo lang. Met de Derwent ben ik redelijk getrouwd en vertrouwd. Maar van de Stabilo heb ik ook een aantal kleuren die ik zelf heel prettig en heel fijn vind. Waaronder de zwart. Die is geweldig van de Stabilo. En dat... Dus, sorry, ik zat er ondertussen even te lezen wat jullie allemaal aan het schrijven waren over beginnerscursus en kleine potjes. Maar inderdaad, wat Dini zegt, is dat die kleine potjes, die zijn qua prijs bijna net zo duur als ze die zouden maken. Ze bestaan niet, even terzijde, voor de duidelijkheid. Maar ze bestaan niet, maar als ze het zouden maken, zouden het bijna net zo duur zijn als een groot potje. Dus ja, waarom zou je dan? Ik heb hier... de kleur vanilla van Derwent. En daarmee kun je... Kijk, je ziet dat dat bijna overeenkomt bijvoorbeeld met deze. Kun je de punten van de bloem even goed scherp aanzetten. Dat is een lichte kleur. Dat doe ik expres. Want door een lichte kleur te gebruiken, knalt die helemaal van de achtergrond af. Kun je altijd afzwakken. En... ja, dat. Je kunt het altijd afzwakken met een andere kleur weer. Maar als hij eerst even lekker gewoon knalt, dan kun je ook goed zien waar je aan het werk moet. Of waar je nog iets erbij wil hebben. En met die potloden kun je dus echt het fijne werk nog doen. En dit is het Derwent pastelpotlood. De rode die ik hier allemaal in de doosje heb liggen, zijn allemaal de Derwent pastellen. En de gekleurde, deze, dat zijn de Stabilo, want ik zie dat er een vraag over komt. Dat zijn de Stabilo Carbotello's en dat zijn inderdaad van Stabilo de pastelpotloden. En moet ook pastelpotloden aanschaffen, welke dan? Ja, ik ben iets wat bevooroordeeld
dat ik vind de Derwent net wat fijner. Want de Derwent kan ik in mijn puntenslijper slijpen en de Stabilo's vind ik wat breekbaarder. Maar de Stabilo's die hebben vaak weer net even wat heftigere, intensere kleuren. Bijvoorbeeld ook zo bij de zwart. Een diepe, diepe zwart heb je van Stabilo. Maar een, ja, als ik mijn mening daarover mag geven, ik vind zelf, en die mening die was echt de mijne, ik vind zelf de Derwent net wat lekkerder. Omdat het ook een wat dikker potlood is. En, maar de Stabilo's net wat mooier van kleur. Dus ja, dat is misschien niet. Ja, die Paris, de klopt. Die heb ik ook een paar van geprobeerd, maar daar vond ik niks toevoegen. Dus die heb ik niet. Heb ik er toen dus een witte en een zwarte van geprobeerd. Dus, maar je kunt alle merken natuurlijk op een gegeven moment in huis halen. Ik heb gekozen voor de Stabilo als aanvulling op de Derwent. En ik kan alles ermee maken. Ik ben er heel blij mee. Mijn eerste set waar ik mee begonnen ben, was dus de Derwent set. En ik ben er nog steeds, ja, gewoon nog steeds heel blij mee. En vooral ook, dat vind ik zo lekker aan pastel, is dat je gewoon licht over donker kan werken. Dat kan natuurlijk normaal gesproken niet. Met lightvast potloden kun je niet echt wit-wit meer op een donkere ondergrond krijgen. Alleen ja, waar je wel met pastel mee moet uitkijken, is dat je niet met je hand op je werk zit te vegen. En daar heb ik nou weer een handje van, letterlijk. Wat je dan kunt doen om dat te voorkomen, is een velletje keukenpapier. Dat leg je daar waar je niet aan het werk bent. En dan kun je gewoon met je hand op het papier steunen. Zij het dat ik dat voor een live gewoon een rot gezicht vindt. Zo'n witte lap in het beeld. Dus live doe ik dat nooit. Dus dan zit ik altijd mijn halve werk uit te vlekken. Maar als ik voor mezelf aan het werk ben, dan doe ik dat altijd wel. Dus dat is nog wel even een tip die ik je kan geven. Er zijn zelfs speciale kunstenaarshandschoentjes voor. Maar ervaring leert daarmee wel dat vlek net zo hard. Omdat je daar ook mee veegt. Alleen je hand wordt niet vies. Maar ja, als dat nou het minste van mijn probleem is. Ik vind eerder een probleem dat ik mijn werk zit kapot te maken. Of vies te maken. Mijn hand vies wordt, dat kan me niet zo boeien. Die was ik wel, zeker met pastel, dat is er zo af. Ja, ik ben nog steeds aan het werk. Dus met die vanillekleur wil je met een Stabilo variant dan daarvan werken. Dan zijn er eigenlijk twee. En je ziet, het zijn net allemaal niet dezelfde kleuren, hè, qua Stabilo werkt met nummers. Dat is voor mij altijd wennen, maar ik kan wel even eentje pakken. Nou, dan moet ik hem niet daar doen, want daar waren we al geweest. Dit is nummer, nummer uitgeveegd, ik denk 692. Daar heeft mijn dikke vinger gezeten, die heeft het nummer er ook al afgepoetst. Dat is een iets warmere geel. Die ik van Derwent had, is een wat koelere geel. Maar ook zo'n hele lichte. Dus die past er mooi bij. Zie je? Het valt niet eens meer op dat ik daar verschillende. Nou, dat werkt ook heel prima. Heel zacht zijn ze ook. Werken lekker. En nou, dit is nummer 695. Ook van Stabilo. En die is weer net iets geler. Maar je kunt met die Stabilo's wel hele strakke lijnen trekken. Zie je dat? Hoe strak en hoe dekkend die wordt. Strakker. Misschien wel net. Wat strakker als die van Derwent. Omdat het iets zachtere pastel is. Ik denk dat ik dat als conclusie trek. En ja, welke je dan zou moeten aanschaffen, dat ligt er ligt aan jezelf. Je kunt zeggen van, joh, ik schaf de Stabilo's aan en ik breid uit met Derwent. Of andersom. Dat kan allebei. Ik heb allebei de de sets gewoon gekocht.
En ik heb van Derwent zo ontzettend veel pastelpotloden, dat ik een keer van een winkel die dicht ging, gewoon de hele voorraad heb meegenomen. Want die deden ze nog weg voor 30 cent een potlood, geloof ik, of zo. Ik denk, ja, dag, dat kan niet. Die zijn van mij. Gewoon omdat het maar 30 cent per potlood was. En die liggen nu vervolgens te wachten tot ik 100 ben en ze en de kleurtjes opgebruikt zijn. Maar ik heb voorlopig voorraad genoeg van sommige kleuren. Maar goed, met de potloden, en dat was wat ik wilde laten zien, kan je dus heel mooi details aanbrengen. Ook in de donkere gebieden. Daarvoor kun je een beetje spelen. Ik heb hier bijvoorbeeld de kleur Dandelion. Nou zeg ik het wel goed. En daarmee kun je, die past weer perfect op die gebieden die ik met die dark orange heb gedaan. De potloden van Derwent, de kalk van Derwent, is wat harder ook. Nu ik zo met allebei door elkaar kleur, merk ik dat goed. Dus kan ik het jullie ook goed vertellen. Die van Stabilo is wat zachter. Nou, deze Dandelion is echt wel een beetje dezelfde kleur, zie je dat hier, als die dark orange die ik heb aangebracht. Dus dat, en zo past het allemaal gewoon heel goed bij elkaar. Lopen natuurlijk ook van die bloemstrepen, bloemnerven door de bloem heen. En die kun je heel goed met die Dandelion alvast voorzichtig zo erin zetten. Zodat je weet waar ze lopen. En dan kun je daarna met de andere kleuren ook nog wat diepte erin brengen. En ik had ze wel getekend, maar ja, je gaat er met pampastel overheen en dan ben je die lijnen toch wel kwijt. Maar dit is dus echt ja, lekker om. Dan heb ik hier bijvoorbeeld van. Met deze. Of met deze van de Stabilo. Nee, deze. Heb ik nummer 685. Die ga ik eens uitproberen. Dan zie je dat je ook weer met zo'n kleur aankomt. Waar je dus perfect die strepen weer mee kunt zetten. Ik merk wel dat ik op sommige plekken een beetje enthousiast ben geweest met de pampastel. Maar je ziet, ja, dat je die potloden dus heel goed kunt gebruiken om de boel tot leven te laten komen. Heb ik ook nog wat donkerdere kleuren uitgezocht. Zoals hier bijvoorbeeld de Brown Earth van Derwent. En de duif heeft zeker Stabilo, ja hoor. Anders zou ik er natuurlijk hier ook niet mee gaan zitten werken. Want het is nogal vervelend om voor een winkel te gaan zitten werken met iets wat ze niet verkopen. De duif heeft zeker Stabilo. Ik zal jullie even een linkje geven naar de setjes. Oh, mijn foto stort de aarde. Dat moeten we niet hebben, die heb ik nog nodig. Dan kan ik niet kijken wat ik allemaal aan het uitspoken ben. Even kijken hoor, potloden, pastelpotloden. Dan heb ik hier bijna. Kopiëren en plakken. Hier komen alle pastelpotloden en potloden sets van de Stabilo. En dan, als ik dan compleet alles laat zien, dan komen hier ook nog de pastelpotloden van Derwent. En dan zal je ook zien dat daar mooie sets van zijn. Even kijken, sorteer ik hem even op prijs, want dan krijg je de set eerst. Of gewoon niet. Oh, die van Derwent, sorry, die stom. Die staan, het zijn de losse potloden dan. Even kijken hoor. Gaat doen. Ja, dit zijn de losse potloden van Derwent. Plakken.
En dan heb je van Derwent heb je ook nog de sets, maar die staan apart. Komen ze eraan ergens, Derwent kisten. Met pastel, alle 72 kleuren. Nou, heb ik die er ook nog ingezet. Nu verder lekker kleuren. Even kijken, want ik was bezig met de Brown Earth. Om donkere plekjes nog wat donkerder te maken, zoals hier. En dat gaat dus ook weer super makkelijk met die potloden. Wat kan ik nog meer laten zien? Het hele hart natuurlijk zo en zo. En ik heb nog ook wat oranje kleuren gepakt. Zoals bijvoorbeeld deze Spectrum Orange. Want ook hier in die donkere kleuren zit ook behoorlijk nog wat oranje. Waar je mee aan de slag kunt. Zo. Kan allemaal. En juist door die verschillende kleuren een beetje door elkaar te gaan gebruiken. Daar lekker mee te spelen. Krijg je echt... Ja, het meest natuurlijke effect, denk ik, moet ik zeggen. Zo. Nou, ik denk dat dat wel duidelijk is. Je kunt zelfs met wit nog in de punten wat extra licht geven en langs de nerven eigenlijk van de bloemen hier nog wat highlights geven, maar ik doe dat liever zelf niet per se met wit, af en toe een klein plekje, maar niet te veel puur wit, want dat wordt te steriel, vind ik zelf. Daar heb je juist die mooie pastelkleuren voor. En die smeren zo lekker uit. Kijk hier, ik maak er één zootje van, zie je dat? Met die hand. Vandaar het keukenpapiertje, maar dat is... dat vind ik in een lijf... Dat is de pijn die je hebt als je een lijf doet. En ik wil natuurlijk wel dat jullie gewoon iets fatsoenlijks zien. En niet de hele tijd naar een keukenrolletje zitten te kijken. Maar goed, weet je, je kunt het ook weer netjes maken. Je kunt met een achtergrond nog wat. Dus wij huilen daar niet om. Zo. Nou, dat is wel duidelijk. Gaan we naar het hart van de bloem, want daar waren we ook nog mee bezig. Wrijf je de kleuren niet uit met je vinger of een doezelaar? Nou, dat hoeft in dit geval dus helemaal niet. Het kan wel. Ik heb hier een doezelaar. En daar kun je ook echt wel verloopjes mee maken, maar het hoeft eigenlijk niet. Je kunt met die pastelpotloden ook prima met elkaar gewoon mengen. En... Ilse, het duurt nog een half jaar voordat ik jarig ben. Oh ja, ik ben bijna jarig. Maar ik heb tegen mijn klas gezegd, vanaf nu word ik niet meer jarig. Gewoon, doe het niet meer. Vinden de kinderen heel grappig. Maar ik word 40 in augustus en daar begin ik gewoon niet aan. Dat doe ik niet. Dus tegen de klas gezegd, ik ben niet jarig dit jaar. Ik doe er niet meer aan. Nee hoor, gekheid. Maar verjaardagen vieren, dat doe ik nooit eigenlijk. Dat dan weer niet. Zo. Kijk, en wat je kunt doen in zo'n hoekje hier bijvoorbeeld. Is inderdaad even met je doezelaartje. Kun je het nog wat uitvlakken. En hier ook. Dat kan. Maar het hoeft niet altijd. En in dit geval
hoeft het niet, wat mij betreft. Ik moet echt even een slokje drinken nemen. Hopelijk ga ik niet spuiten. Nee. Zo. Nou, dat hart. Dat bestaat uit een heleboel kleine bolletjes. En de zaadjes. En daar gebruik ik een aantal kleuren voor. En ik heb hier bijvoorbeeld van de Derwent heb ik de chocolate gepakt. En dan begin ik met het zetten van die bolletjes. Vooral ook hier in die bloem. Aan de rand. De rest is al vrij donker. Hier gebruik ik dus de chocolate. En zet ik met die chocolate even alvast wat kleine rondjes erin. Om dat randje te maken. Kan je Derwent pastelpotloden ook zonder wandpastel? Jazeker. Kun je zeker gewoon mee kleuren. Maar wel, als ik dan een tip mag geven, op pastelmatpapier. Maar als je de pampenstijl onder doet, dan zorgt het er net voor dat je een wat makkelijkere onderlaag hebt. Maar ik zou wel pastelmatpapier gebruiken. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Als je met pastel werkt, ja, tenzij je een heel dun laagje ergens als schaduw achter wil. Maar als je echt een tekening als dit, stel jezelf niet teleur. En ga het niet op ander papier proberen. Want dan zal je echt merken dat je veel minder lagen kunt aanbrengen. En dan wordt het gewoon een teleurstelling. Omdat je niet het goede materiaal hebt gebruikt. Nou, ik gebruik hier de Spectrum Orange. En dit is een geduld karweitje. Ik ben hier gewoon nu met die Spectrum Orange. Ja, wat bolletjes aan het zetten. En dit is iets dat als je daar nou gewoon een avondje aan besteedt, dan wordt het vanzelf wat. Maar dat is een beetje met het gedetailleerde werk. Dat kost tijd. Pampenstijl is leuk. Daar kan je lekker foes mee smeren. En dan heb je al heel snel heb je een gaaf effect. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je de details en die vreten tijd. Maar die zijn wel lekker rustgevend. Dat dan weer wel. En zo kun je door die hele, ik heb hier de ten, de kleur. Dan kun je ook hier in het donkere hart zitten wel zaadjes en plekjes en door verschillende kleuren dus door elkaar te gebruiken, krijg je daar een heel mooi natuurlijk effect. Want ook hier doe ik dan met die ten kleur weer een paar lichtere ook ertussen. En met de zwart, en dat mag best, gewoon ook wat donkerder. Ik moet eens kijken hoe die zwart van Stabilo eruit popt. Hij was geloof ik qua los potlood wel even op. Maar dat komt omdat ik het er elke week weer over heb. Dat hij zo fijn is. Of elke keer als ik met pastel werk. Dus ja, dan moeten ze even weer opnieuw besteld worden. Daar doe je niks aan. Maar daar kan je dus echt heel goed nog weer nog donkerder mee werken. En ik probeer nu een beetje door mijn potlood raar vast te houden. Daar dus wat verschil in aan te brengen. Ook hier. In dat hele donkere kan je dus met die zwart van Stabilo heel goed nog donkerder werken. Maar dan heb je natuurlijk ook de zwart van Derwent. Die heb ik alleen niet gepakt. Dus dat ga ik gauw over ophouden. Die heb ik niet klaargelegd. Dus ja, goed pastelpapier is echt dit papier. Pastelmat. Het enige echte goede pastelpapier. Er is ander papier waarmee je ook op pastel kunt werken.
maar zal absoluut niet hetzelfde werken als pastelmat. Pastelmat, ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt, maar ik weet wel hoe je het gebruikt. Nou ja, weet je, en ik kan hier nu nog een uur lang bolletjes gaan kleuren, tot iedereen gek van me wordt. Dat is natuurlijk niet per definitie interessant. Maar ik zou het wel, ik ben heel benieuwd. Stiekem vind ik het zonde dat niet meer mensen wat doen met hun pastel. Net zoals, net zei ook iemand van, ja, ik heb pastel en ik gebruik het bijna nooit. Zo zonde. Dus ik hoop dat ik met deze lives jullie ook kan inspireren om je spullen te gaan gebruiken. Of om misschien eens wat nieuws uit te proberen. Dat is natuurlijk ook leuk. Een mooie zonnebloem maken is helemaal niet moeilijk. Het ziet er vaak ook, en dat vind ik het leuk aan pastel, het ziet er vaak imposant uit. Dat je denkt, wow, dat kan ik nooit. Maar het is eigenlijk omdat het zo makkelijk mengt en dat je alles over elkaar heen kan smeren. Heb je een foutje gemaakt, dan knal je er een beetje kleur overheen en dan is het weg. Is het zo dankbaar. Ik heb de foto van de zonnebloem heb ik in de groep bij de duif gezet. In het fotoalbum van, staat een fotoalbum met live foto's, lives of zo, weet ik het. Kan je hem niet vinden, stuur me een berichtje en laat ik hem zien. Want ik heb hem uitgesneden uit een foto van Pixabay. De meeste foto's voor lives, of ze zijn van mezelf gefotografeerd of ze komen van Pixabay. Want de foto's van Pixabay, die mag je gewoon gebruiken. Daar is Pixabay voor. Maar ik heb deze foto wel uitgesneden. Dus als jullie hem willen gaan zoeken op Pixabay, ga je hem niet 1, 2, 3 vinden. Omdat ik hem interessanter vond. Met een uitsnede ervan. Nou, ik ga dit gewoon iets grover aanpakken. Ik weet niet of dat heel bij de hand is. Maar dat zien we wel als het af is. Toch? En als het niet mooi is, dan beginnen we gewoon opnieuw. Nee, ja, het wordt wel mooi. Wat ik nu aan het doen ben, is gewoon overal wat kriebeltjes en wat doedeltjes in dat hart zetten. En dan kan je straks met een donkerder potlood, kun je dat weer gaan doen. We worden niet gek, maar kijken gewoon. Ooit koop ik ook pastel. Ja. Ja, je kunt ook niet alles tegelijk kopen. Zo is het ook. Dus, het is iets heel anders, hè, als lijtvast kleuren. Met een lijtvast kan je niet met je wit over je kleur heen. Dat is dan weer het verschil. Nou, maar zo kriebel en doedel ik dat hele ding vol. Ik heb geloof ik geen zin om dit heel realistisch te gaan zitten tekenen vandaag. Dus ik doodle er een beetje op los. Met de zwart ook doen. Dan kun je overal. Met zwart moet je iets subtieler zijn, dat wel. Ik weet niet of iemand nog vragen heeft voor vanavond. Of als ik je vraag gemist heb, gooi me er nog een keer in. Dan beantwoord ik hem alsnog. Soms vliegt de tekst ineens voorbij. Dus ik weet niet of ik iemands vraag nog niet beantwoord heb. Nou kijk ik straks nog wel even alles na hoor, daar niet van. Maar soms is live beantwoorden toch net even leuker als een berichtje terugkrijgen. Vooral als je nog wat wil laten zien of zoiets. Dus grijp je kans nu ik er nog heel even ben om je vraag te stellen. Want ik ga er zo mee stoppen, want het wordt er niet interessanter meer op nu, denk ik. In principe, degene die de spullen in huis hebben, die kunnen lekker hiermee aan de slag. Kan dit op gewoon zwart tekenpapier? Ik zou het niet doen.
Heel eerlijk, wordt alleen maar een teleurstelling. Zeker op gewoon zwart tekenpapier, dan zou ik nog de Painton zwart nemen. Carbon Black, hoe heet dat? Maar dit? Nee, neem pastelmat. Ik weet, het zijn niet de goedkoopste materialen. Maar als je echt mooi wil werken, ga dan niet voor minder. Want daarmee kun je die lagen niet aanbrengen, daar kun je die diepte niet mee krijgen. Dat levert echt... Ja, en weet je, en dan gaat het de kast in. En dan zijn mensen teleurgesteld. En dat is gewoon zonde. Want het is prachtig materiaal waar je super professionele tekeningen mee kan maken. Echte mooie kunstwerken. En het is heel dankbaar materiaal, want je kunt er flink de mist mee ingaan en nog je werk niet verpest hebben. En dat maakt het... Nou, dat maakt het toch ook wel fijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was ook... Je kunt hier een zwarte streep doorheen zetten. En je neemt een douchelaartje bijvoorbeeld. Voordat jullie allemaal denken, Eels, wat doe je nu? Ik weet natuurlijk wel wat ik doe. En je werkt het zo weer weg. Je poetst het gewoon weg. Als je potlood een keer laat vallen. Of je kunt dat gewoon allemaal... Allemaal wel weer in orde maken. Dus dat is toch altijd fijn. Nou, ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie vrijdag weer. Vrijdag ga ik een kaart maken. Deze. Ik kan er wel vast stiekem even laten zien. Vrijdag ga ik in het oorverdovend roze aan de slag. Maak ik een... Een knalroze kaart. Ja, het past goed bij mij. Met allerlei verschillende materialen. En volgende week is de aquarel weer aan de beurt op woensdag. Dus voorlopig hoeven we ons nog niet te vervelen. Ik bedank jullie voor het kijken vanavond. Wens jullie een fijne week of een fijne werkweek. En ik zie jullie hopelijk vrijdag en anders volgende week weer. Doeg!